De kick-off van het hockeyseizoen vond plaats in Utrecht, waar zowel de dames als de heren van Kampong en Amsterdam elkaar troffen. Bij de heren was het een eenzijdige wedstrijd waar Amsterdam vele malen sterker was dan de thuisploeg. Kampong maakte te veel individuele fouten, kwam wel regelmatig in de cirkel, maar vergat het daarna gewoon af te maken. De weinige strafcorners die Kampong afdong werden niet goed genomen. Ook de strafcorners van Amsterdam verliepen zeker niet vlekkeloos, maar Amsterdam wist wel de score te openen. Daarna was het Amsterdam wat doordenderde en wist maar liefst 5 keer te scoren. Kampong wist wel een strafcorner te benutten. Eindstand 1-5. Ik had een beetje het gevoel dat we in het begin te weinig brachten. Je zag echt dat, ik had een beetje het idee dat zij liever wilden winnen dan wij. Hoewel je van tevoren ontzettend veel zin in natuurlijk. Maar we verloren heel veel duels en we liepen gelijk al vrij snel achter de feiten aan. Je houdt natuurlijk een bepaald gevoel over aan het afgelopen jaar. Maar dat gevoel ga je nu erin. Maar we zijn het denk ik nu allemaal toch wel weer kwijt. Misschien maar goed ook. Even de koppen bij elkaar steken, even kijken waar het fout ging. Want er zijn een ploeg die het moet hebben van de counter. Klein maken, goed verdedigen en dan eruit knallen. Maar ja, als je niet goed verdedigt, dan is er ook weinig te counteren. Sander de Wijn is een van de geblesseerde spelers die Kampong vandaag miste. Ja, ik heb mijn achterste kruisband ingescheurd. Dat is gebeurd tijdens een wedstrijd van Nederlands Elftal met de Hockey World League. En dat is een serieuze blessure. Er staat 4 tot 6 maanden voor. En ik ben nu aan het revalideren daarvan. Het is niet echt een hockey-gerelateerde blessure? Nee, zeker niet. Het komt hetzelfde voor bij hockey. Het staat bekend bij auto-ongelukken dat je met knie keihard tegen het dashboard aanknalt. Pech dat het mij moet overkomen. En gelijk vanaf moment 1 wel de knop omgezet om snel mogelijk weer fit te worden. Ja, het team heeft je wel echt gemist vandaag. Ja, vandaag zeker. Nou, daar ligt het niet alleen aan hoor. Kijk, die jongens hadden vandaag een mindere dag. Hopelijk gaat het de komende weken goed, want dan zal ik ook nog niet meedoen. Hoe is het met je herstel? Ja, het gaat heel goed. Ik ben vanaf moment 1 gelijk in de zomer helemaal doorgetraind. Keihard aan het revalideren. En het gaat heel goed. Ik maak steeds meer stappen. En ik hoop eigenlijk de komende weken de laatste stapjes te zetten om weer volledig te kunnen gaan spelen.